Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. Het is alweer een paar weken geleden dat u een video van mij gezien heeft. Dat heeft alles te maken met het feit dat wij tijdens de herfstvakantie in het buitenland zijn geweest. Vervolgens Halloween. En nu krijgen we weer een beetje tijd. In de vorige video was een unboxing video van de Comgrow Laser Enclosure, oftewel de laser cover. Dit keer gaan we die cover bouwen en nou ja, we gaan zien wat het wordt. Veel plezier alvast. Zo lieve mensen, we gaan beginnen met het bouwen van de laser enclosure. Ik heb weinig controle over de video dit keer. Ik kan niet zien wat hij filmt. Dat heeft te maken met het feit dat in de nachtstand mijn video een beetje raar, mijn telefoon een beetje een rare stand aanneemt. Maar geen zorg. We gaan de enclosure bouwen. Ik heb de handleiding erbij liggen. We gaan de onderdeeltjes uitpakken. We beginnen met de hoekstukjes. Als het goed is zijn dat er 8. 2, 4, 6, 8. Oftewel voor elke hoek 1. Ze zijn niet allemaal hetzelfde, alhoewel, jawel, ze zijn wel allemaal hetzelfde. Ja, oké. Dan pak ik gelijk even uit de houder voor een pijp om naar je luchtafzuiging te sturen. En er zitten nog wat onderdeeltjes bij in die zak, zoals afdekkapjes. En dergelijke. Ook die leggen we alvast even apart. Ook de schroefjes zitten erbij om die pijphouder te monteren. Zo, leggen we daar neer. Dan gaan wij het grootste pak openmaken. En dat zijn al die stalen buisjes. En dat moeten we heel even open zien te krijgen. Ja. Of nee, ja, jawel. Gewoon het betere uit elkaar rukwerk, zeg maar even. Oké. Ze zitten met elastiekjes aan elkaar. En ze zijn ook ja, voorzien van een stickertje. Stickertje is moeilijk leesbaar, maar hier zit een stickertje op met de letter W van Willem. Dus die houden we ook even bij elkaar. Want je weet maar nooit of het bij elkaar moet blijven. Bij deze zit op een sticker met een L. Van, laat maar zitten. Dan hebben we er een aantal met een ronde houder. Dat zijn verstevigingsstukjes. Die zijn dus verder ook niet met een sticker gelabeld. Die horen bij elkaar. Dan krijgen we kleine deeltjes. Die met de letter H. En dan krijgen we een hele lading met losse. Niet voorzien van stickers. 2 korte volgens mij. En de rest is allemaal dezelfde lengte. Oké. Plastic weg. Hier hebben we de hoes zelf. Die zal ik ook alvast uithalen. Niet dat we die nu gelijk monteren. Want we moeten eerst het frame doen. Maar ik haal het er wel vast uit. En wat ik hier dan nog heb. Maar daar kom ik straks op terug. Is de USB LED verlichting. Die aangebracht moet worden in de behuizing. Ik pak de handleiding erbij. Normaal doe ik dat niet, maar in dit geval doe ik het wel. En dat begint gelijk leuk. LSW Extension Tube. Prachtig. Oké. W en L. Dit is W. Dit is L. En dat zijn dan Extension Tubes, zoals dat dan heet. Deze zijn dus iets korter dan deze. Hè? Ik weet niet of je dat kan zien. Maar deze is langer dan deze. Oké. En dat is dan dus eigenlijk bedoeld voor de lange zijdes, als ik het goed heb. Ja, dit is voor de lange zijdes bedoeld. Connect de L en de W-tubes to the extension tubes. Oké. En die extension tubes, ik neem aan dat dit de extension tubes zijn. Even kijken als we er 4 van de W hebben, 4 van de L... En dan zijn er nog 4 over en dat zijn dan, ik denk de omhoog en omlaag. Geen idee eigenlijk. Dit zou 50 centimeter moeten zijn als het goed is. weet niet of dat zo is, maar dat zien we dan wel. Oké. We gaan de L en de W-tubes aan elkaar maken, maar dan allemaal met een extension tube. Dus we gaan even de W'tjes eraf halen. Dat is de elastiekje eraf. Oh, dat zijn er meer zelfs. En dan gaan we die op elkaar schuiven. Even kijken. Dat is 1. En dan krijg ik hier nummertje 2. Dat is de andere kant. Ja. Dit zijn de elletjes dus. Ja, dit zijn de elletjes. Ik zeg het goed. Het mooie van het systeem is dat het natuurlijk ook weer uit elkaar kan. Zodat als ik op enig moment bijvoorbeeld naar België ga, ik heel simpel de zaak uit elkaar kan halen en weer mee kan nemen. Dit zijn de elletjes. Krijgen we de weetjes. Hetzelfde verhaal. Maar die zijn volgens mij precies even lang. Ja, dat is niks bijzonders. Dit is gewoon precies hetzelfde. En die zullen ook in lengte dan hetzelfde zijn. En dat zijn ze ook. Dus elletjes of weetjes. Nou, de weetjes zijn de voorste. De elletjes zijn de achterste. Maar eigenlijk maakt dat geen bal uit, dat heb ik al gezien. Het kan er maar op één manier in. Dat zeg ik gelijk, de andere kant kan niet. Is dat makkelijk? Je kan het dus eigenlijk simpelweg niet verkeerd doen. Althans niet bij die buisjes in elkaar te schuiven. En hier zag je al dat ik het bijna verkeerd wilde doen, maar dat lukte niet eens, dus dat werkt niet. Zo. 4 W-buizen, 4 L-buizen. Even de handleiding er weer bij. Zo. Part A op de tafel. Dan de korte erin doen. Dat zijn deze. En tenslotte C. Oké, ja, nou, het is eigenlijk natuurlijk super simpel. Laten we dat even voorop stellen. Dat lijkt me erg gemakkelijk. Ja, goed, we gaan beginnen met de onderkant. En de onderkant is, ja, is dat nou L of is dat nou W? Maakt eigenlijk niet uit. Lengte en width, hè? Lengte en width is het. Dat is eigenlijk zo moet je zien. Die witte onderdeeltjes, die hebben een driehoekje erin zitten. En ik schat even in dat dat de onderkant en de bovenkant is. Ook omdat daar een gaatje onder zit, zodat je er misschien nog iets onder zou kunnen schroeven waarschijnlijk. Dus wat ik ga doen, ik ga deze hier indrukken. Die daarin drukken. En nogmaals, of je nu lengte of breedte gebruikt, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar we gaan zeg maar als het ware die hele onderkant in elkaar bouwen. En we beginnen dus echt met die onderkant. En ik ben een beetje autistisch, dat wil zeggen dat ik heel erg goed kijk of het ook allemaal precies hetzelfde is. En dat is het. En dat is mooi. Ik ga even buizen aan de kant leggen, want ik heb ruimte nodig, heb ik alweer gezien. Deze aan de kant. Want ik heb echt wat ruimte nodig. Het is namelijk een vrij grote behuizing die we gaan krijgen. Dit namelijk wordt de verbinding tussen deze twee. Zo. Daar even iets wegzetten, zodat ik ook ruimte krijg. En ja, dan moeten we dus de rest maar weer even naar het midden schuiven, want anders heb ik er helemaal geen plek voor. Het is niet te filmen. Zo groot is dat ding. Maar dit is natuurlijk wat ik wist. Van tevoren, anders had ik het niet besteld. Dit apparaat zou mij voldoende ruimte moeten geven om niet alleen de laser, maar ook zijn behuizing, dus met houtwerk, maar ook zeg maar omhoog, allemaal voldoende te kunnen maken. De volgende stap is dat we de rechtopstaande erin moeten gaan zetten. En dat is even kijken naar wat is nu de wijsheid in dit verhaal. Want we hebben die witte delen, er zit... Deze gaten zijn hetzelfde, maar deze is op de een of andere manier wat kleiner gemaakt. En waarom dat dan zo is, ja, dat mogen Joost weten. Zou het veel uitmaken? Ik denk het eigenlijk niet. Want ik kan hier ook gewoon dat ding in doen. En dat zal aan die kant, ja, dan zit hier wat los inderdaad. Oké. Even kijken hoe dat zit. Oké, hij zit wat los inderdaad. Dat is wat er wel gebeurt. Hoort dat zo? Nou, ik ga er even vanuit van wel. Maakt op zich ook niet zoveel uit. Want uiteindelijk wil je niet het hele ding optillen uiteindelijk. Daar gaat het ook weer niet echt om. Nummer 2. Ontzouwde laken een pak. En wat ik gelijk maar even doe, is ook gelijk de tussenbalk ertussen plaatsen. Zodat we wat rigiditeit krijgen. Oftewel wat stevigheid creëren. Zo. We doen er nog 2. Dat is deze kant natuurlijk. Weer hetzelfde verhaal. We doen... Even kijken, ik heb... Ja, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het is echt een beetje oninteressant hoe je dit erop zet. Kijk, deze stalen balkjes zijn aan deze kant iets smaller dan aan deze kant. Dus als je de dikke kant erin doet, dan druk je hem redelijk strak in. Zou je de andere kant erin doen, dan kan je hem er heel gemakkelijk uithalen. Dus die is er niet zo gemakkelijk uit te halen, die ook niet. Oké, dus eigenlijk heb ik hem dus goed geplaatst, daar komt het op neer. Dus ik heb de dunne kant naar boven. Het is, of dat goed is, weet ik niet. Maar ik denk ook niet dat het heel erg veel uitmaakt, als ik heel eerlijk ben. Hier doen we hetzelfde verhaal. We gaan dus die bovenkantjes erop zetten. Ja, het voelt raar aan, dat zeg ik gelijk. En hier van hetzelfde laken een pak. Die komt daar te zitten. Dan komt hier een lange balk tussen. En eentje aan de achterzijde. Daar wil ik eigenlijk even staan, anders kan ik er niet bij. Zo. En voilà. Nu kan ik hem ook echt goed opdrukken. Zo. En dan zit hij ook gelijk steviger. En als hij echt goed opgedrukt is, zit hij ook gelijk steviger. Ja, dan komt het. Hiervoor moet natuurlijk ook iets. Maar hiervoor kun je kiezen. Hier kun je kiezen. Je kan dus deze balk daartussen gaan plaatsen. Maar hier komt straks die hoes overheen. En die hoes die kan voor een gedeelte open. Dus dan zit je met die balk hier. Dus wat je ook kan doen, en dat is precies waarom die 2 dopjes er hierbij zitten. Deze 2. Je kan namelijk simpelweg deze stukjes gaan gebruiken. En dan... ja, en dan die daarin gaan plaatsen. Dopje op de andere kant. En je hebt, als die mee wil werken, zijn dit dan de goede. Want hier heb ik nog 4 van die dingen. Waar die voor zijn mag Joost dan weer weten. Want dat hebben we op de achterkant nog wat staan. Ja, dat heeft er eigenlijk niks mee te maken. Het is wel grappig, hè? Ze hebben er stickertjes op zitten. Hier zit een stickertje H op. Het stickertje H zegt helemaal niks. Dat is de grap van het verhaal. Wat natuurlijk wel kan, dat is even de vraag. Of zeg maar deze stalen pijpjes, of daar niet een verlengstukje op moet. Dat zou heel goed kunnen. Sterker nog, ik denk dat dat zo is. En dan kunnen we gaan meten. Ik ga heel even een lengtemaatje pakken. Momentje. Zo, daar ben ik alweer. Eens even kijken, want hij moet 50 centimeter hoog gaan zijn. Kijk, en dat is die nu niet. En met deze erbij gaat hij dat wel een heel eind heen zijn. Ja, Kortom, hij moet nog even eruit. En al deze hoogtepaaltjes die moeten voorzien worden van een extra paaltje. En dat zijn de H-paaltjes. Dat gaan we gelijk even doen. Zo, dat is één. Ik zet hem er nog niet vast in, want anders staat de zaak krang. Dus ik ga even naar deze kant. Zo, het zouden we halen hier. En dit waren de H-paaltjes. Zo. Dus helemaal erin zetten. Zouden we halen aan deze kant. Nou, hier kunnen we heel makkelijk in zijn, want... Maakt het wat uit trouwens. Ik denk deze. Zo. En last but not least, deze hier. En ook daar kunnen we volstaan met hem er gewoon op te drukken. Dan moet ik heel even voelen, die zit goed. En die is ook goed. Oké, gaan we hem weer erop zetten. Eén, twee, drie en vier. Flinke hoogte zoals je ziet. En nu zou die 50 centimeter moeten zijn. Even kijken. En dat is die inderdaad. Dit is de juiste hoogte. Krijgen we nogmaals dat verhaal dus van deze jongens. En daar moeten die dopjes op. Even kijken hoe dat moet. Deze kant, dopje erop. En aan die kant in het houdertje. Ja, dat is goed. Hetzelfde gebeurt aan de andere kant. Voilà. Deze gaan we waarschijnlijk voor nu niet nodig hebben, dus ik leg hem aan de kant. Blijven deze vier over. Even de elastiekjes eraf. En dit is een kwestie van twee in elkaar drukken. En dit zijn verstevigingsklemmetjes. Zo krijg je die behuizing een stuk steviger. Even kijken. Even straks nog. Straks zal ik het waarschijnlijk moeten tunen een beetje. Zodat die op de goede plekken komt te zitten. Maar zo komt het geheel eruit te zien. We hebben dus één stang over. Die gaan we natuurlijk bewaren. Dat is eigenlijk degene die hier tussen had gemoeten. Maar misschien kunnen we hem gebruiken. Want we willen straks ook... Tenminste, ik wil straks ook. Ik wil hier een camera in hangen. En het kan zijn dat ik daar deze buis voor ga gebruiken. Het kan ook zijn dat ik daar iets extra's voor moet gaan doen. En dan zou het kunnen zijn dat ik zeg maar twee van deze dingetjes, zoals hierboven, dat ik die dingetjes ga printen bijvoorbeeld. Zodat ik dat ook kan doen. Nee. Oké, we gaan even kijken. Want nu krijgen we de hoes die er overheen moet. Ik ga er even bij staan. Want dat is natuurlijk alweer even een kluif. Keurig voorzien van de tekst Comgrow. Er zit aan de onderkant, even kijken of ik dat zichtbaar kan maken, klittenband dingetjes aan. Zodat je de onderkant ook vast kan maken. Dus ik ga hem er overheen doen. En dan wordt natuurlijk het beeld voor jullie een vrij lastige. Maar dan zal ik kijken of ik dat zo meteen even verplaats. Maar ik ga hem er eerst even op doen. Heel gedoe, want het is nogal een groot ding. Ja, nogmaals, dat wilden we natuurlijk. En dus in die zin moeten we niet klagen. En dat doen we dus ook niet. is wel een gepriegel. Dat kan ik je wel zeggen. En ik ben er ook nog niet. Dat gaan we zien. Want zo gemakkelijk wordt dat nog niet. Dus redelijk strak allemaal. Oké. Nou, zeg maar gerust strak. Niet eens redelijk strak. Het is gewoon strak. Maar wat ik kan doen is eventjes de ritsluiting openen. Misschien krijg ik dan iets meer ruimte. Dit is ook weer raar. Want eigenlijk is de ritsluiting al kapot nog voordat je hem gebruikt. Hier is de tweede van de ritsluitingen. Die is nu open. En deze gaat nu open. Oké. Zo. Kijken of ik dan meer ruimte krijg om mee te werken. Want dat is natuurlijk wel even de bedoeling. Zo far zo goed. Aan die kant wel. Aan de andere kant. Misschien even omhoog. Het is namelijk net te krap. Het is net te krap. Het is, ja, wat zou ik zeggen? Het is te krap. Ja. Ik kan er geen ander woord voor maken. Maar inmiddels ben ik zo ver dat ik hem er overheen kan trekken. Dan ga ik even er helemaal omheen doen, zodat ik het niet kapot en uit zijn lood trek. Maar hier moet je dus niet van schrikken. Je moet er niet van schrikken dat het relatief strak is, allemaal. En als ik het zo voel, dan gaat het er wel overheen, geen zorg. Maar je moet er wel wat voor doen. Even kijken waar ik nu de meeste ruimte heb. Simpelweg achter, denk ik. Oké. Zo. Dus even een klein gevecht. Want hij moet er natuurlijk helemaal overheen. Ook over de witte houders onderin. Zo. En dan aan de voorkant hetzelfde. En als ik zie hoe strak dat gaat, dan denk ik zelfs niet dat ik het nog een keer uit elkaar haal. Oké, inmiddels zit hij op zijn plek. Ik ga dus die klittenbandsluitingjes vastmaken. Een beetje moeilijk te zien voor je, maar die zitten dus hier binnenin. Nou, hier zit ook klittenbandsluitingjes om dat verstevigingsbalkje vast te zetten. Die zijn er ook. Die zitten hier. Ook dat doen we gelijk. Even naar die kant toe. Dan heb ik er eentje hier. En ik heb er nog één. Aan deze kant. En wat ik gelijk ook vaststel is dat er hier bij die palen voor ook klittenbandsluitingjes zitten. En dat is niet overbodig, heb ik al gezien. Want hij heeft de neiging naar buiten te willen gaan trekken. En dat willen we natuurlijk niet. Zo ja. En aan deze kant hetzelfde, laken en pak. Zo. Even kijken, hebben ze allemaal vastzitten? Zijn er nog meer? Ja, er zijn er hierboven voor deze bevestigingsbalk nog. Ook nog een aantal. En dat is ook nog niet alles, want ik heb er hier aan de bovenkant ook nog zitten. Zo. Maar even kijken aan deze kant. Ja, hetzelfde natuurlijk. Logisch ook. Zo. En hier nog één. Zo. Even kijken. Ja, ik zal even de binnenkant laten zien, lieve mensen. Voilà. We zien hier overal van die klittenband dingetjes zitten. Dat maken we even netjes dicht. Oké. Nou, nu kan ik hem terugplaatsen. Even iets opruimen wat viel. Zo. Resteert ons eerst eens even kijken of die wel dicht kan, want dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Dat is juist een van de redenen waarom je hem koopt. Andere kant. Nou, vooralsnog lijkt dat wel te gaan. Ja, dit gaan gaat ook nog wel. Dus dat gaat ook goed. Weer openmaken. Je kunt dus heel gemakkelijk naar achteren slaan om bij je laser te kunnen komen, want die komt natuurlijk hierin. Blijft nog één ding over. En dat is de LED-verlichting. Nou, trouwens niet het enige, er zijn nog wat meer dingen die overblijven, maar de LED-verlichting is de volgende. En die haal ik even uit zijn verpakking. Zit daar nog meer in? Ja, een kabeltij. Oké. Kabeltij is zeg maar om de kabel vast te zetten. En misschien zijn het er zelfs wel twee. Ja goed, zelf heb ik ook nog wel van die dingen liggen, dat is verder geen probleem. En natuurlijk de LED-verlichting. Die ga ik loshalen, want die moet erin. Hoppatee. Even zijn kabelbindertje eraf halen. Ik ga kijken of ik de omkasting kan draaien voor je. Zo. Hoppakee. Kabelbindertje is er ook vanaf. En dan moet deze, die moet straks hierop worden aangebracht. Dat wordt natuurlijk nog wel even een kluif. Want ja, hoe ga je dat doen? Even voor alle duidelijkheid, aan de zijkanten, dus hier onderin, maar ook hier onderin, zit een opening om kabels doorheen te laten gaan. En dat betekent dus dat die kabel daar straks ook mooi doorheen kan. Ik zou er zelfs voor kunnen kiezen. En dat is misschien zelfs wel mooier. En misschien heeft het ook wat te maken met die klittenbandsluitingen hier. Als ik die simpelweg hier zou plaatsen. Dat kan best wel eens mooier zijn dan al het andere. Want hier gaat straks camera komen. Nou, dat gaan we proberen. Het is niet conform de handleiding. Maar soms moet je de handleiding ook gewoon laten voor wat het is. Dus ik doe even die kabel of die klittenbandsluiting hier weer openmaken. En dan ga ik hier met die klittenbandsluiting die verlichting aanbrengen. En dat doe ik met die andere ook even. Zo. Iets beter denk ik. Ja, die zit. En dan gaat die kabel dus aan de buitenkant door het gaatje heen eruit. Wat ik ondertussen zal doen. Even kijken of dit 1 of 2 van die kabelbindertjes zijn. Want ik denk dat het er 2 zijn. Ja, het zijn er 2. Want ik denk dat ik ook die nog even gebruik om het geheel vast te zetten. Zo. En misschien deze hier gebruiken voor de kabel weg te werken. Naar de buitenkant toe. Zo. Verlichting zit erin. Hier gaat straks camera op komen. Ik ga hem nog een keertje draaien voor je. Waarom? Ik moet heel even kijken wat is wijsheid in mijn situatie. Want je hebt namelijk dus aan die kant en aan deze kant die kabeldoorvoer. Nou, aan die kant is wat mij betreft prima de kabeldoorvoer. Maar je hebt ook aan die kant en aan deze kant die luchtklemuitvoer. En daar ga je er natuurlijk maar 1 van gebruiken en geen 2. Dus de vraag is even welke je gaat gebruiken en welke niet. En ik denk dat ik die aan deze kant ga gebruiken. Dus wat ik ga doen, ik ga hem draaien weer. Zodat u kunt zien wat ik ga doen. Hoop ik tenminste dat u dat kunt zien. Op zijn kant zetten. Is dat mogelijk? Even kijken of de camera zo kan draaien dat u wat beter ziet. Ja, in dit geval is dat mogelijk. En nogmaals, als de beelden slecht zijn, dan ja, komt dat gewoon door de enorme grootheid van het apparaat, van het ding. En ik kan het helaas niet anders doen, dus dat is een beetje lastig. En wat ik ga doen, ik ga die houder voor die kabel ga ik plaatsen. En dat doe je eigenlijk door hier het ding open te maken. Hoppakee. Dan pak je die kabelhouder, of die pijphouder, die gaat hier doorheen. Er zitten 4 gaten in. En ik heb hier een acrylplaatje met 4 gaten erin. En daar komen dan straks deze schroeven en boutjes doorheen. Ik weet niet of het nylon lok zijn. Moet ik even naar kijken. We gaan dat zien. Ik ga even hier die beschermlaag van afhalen. Want dat ziet er straks natuurlijk niet uit. Dus dat gaan we doen. Dat is weer even pielen. Dit is het laatste stukje van de bouw, lieve mensen. Daarna kom ik nog wel even bij je terug. Maar ik ga een paar dingen off camera doen. Ik ga mijn werktafel zeg maar inrichten opnieuw. Maar om dat nou met de camera erop te doen is wat lastig. Dus ik monteer dit allemaal. En dan ga ik u straks laten zien hoe het eruit ziet op het moment dat het geplaatst is. Zo, uiteindelijk zien we hier de enclosure. De verlichting is aan. Dat is de LED-verlichting die hieronder dus zit. Hier bij mijn vinger. Aan de zijkant heb ik een slang aangesloten die naar mijn soldeerafzuiging gaat. Die ik met een 3D geprinte houder en wat klemmen en elastiek vast heb gezet. De Air Assist zit binnen in de behuizing. En alles werkt. En in principe is het nu een kwestie van je object erin leggen. De behuizing dichtmaken. Dat even doen. En je kunt veilig werken met luchtafzuiging. En omdat dit oranje is, ga je ook geen last hebben van de blauwe laserstraal. Bij elkaar heeft dit apparaat me €85 gekost. Ik heb inmiddels alweer gezien dat hij weer goedkoper was. Kan zijn dat het weer een actie was dat hij weer duurder is. Dat moet je maar afwachten. Laat je dus niet misleiden door de prijs in euro's die getoond wordt. Want je kunt alleen met PayPal betalen. En dus betaal je in dollars. Maar zeker als je mobiel wil zijn. En veilig wil kunnen werken mobiel. Is dit natuurlijk een prima oplossing. Ik hoop dat je deze video leuk vond. In de volgende video gaan we proberen om hier een camera in te monteren. Dag!